En we hebben daar geen tijd meer voor waarschijnlijk, maar op Lions Backbone ligt er waarschijnlijk nog één of twee. Nee, ik ga dat deze wel inderdaad een paardenkeer opzoeken. Oké, klaar om te activeren. Ik wel. Iedereen op Rijland? Nee, nou. Ja. Nog niet. Of Royna. Nu wel. Ja. Een rokkel. Goed. Alles is dicht. En nu vergat ik weer om blunderbus te pakken. Lampje, lampje, lampje. Graag hier bij lijnen. Straks een secret chest gebruiken. Groen. Serieus, Sloepje, kom jij hierheen? Ik kom naar de boot toe. Oh, de rest kan ik wel op de eiland blijven. Niet, we staan allemaal nog even terug. Kijk wat hij doet. Zeker niet voor een sloep. Nee, daarom. Ja jongens, ik eet het er net bij. Nee, ik ben naar de seapost. Gaat ze een cel omhoog bij de seapost? Ik ben ook, ik ben onderweg die kant op. Dat had ik gezien, daarom gaf ik jullie update op. Ik zie alleen de fucking C-post niet. Oh. Want die C-post heb ik ook al vaker gebruikt om er vanaf te schieten. Of ja, in ieder geval bij te parkeren en dan af te schieten. Dat is best wel een fijne afstand. Holy clap. Clap? Ja, ik kreeg een hele harde klap van een paar skeletjes. Gaat alles nog goed? Sloep en zo? Hij ligt nog bij de seapost. Zoek ik bij de seapost, ik ben bijna bij hem. Blauw. Er zwemt een haai bij de boot. Dat betekent meestal dat iemand in de buurt is, maar dan heeft hij wel heel hard gezwommen, want ik ben nu pas bij hem. Nee, hij knuffelt het eiland, niet zozeer de boot op, man. Het zou me niks verbazen als er eentje op het eiland is. Paar is trouwens. Oh, nou duikt hij onder water hierachter. Ik wil wel even komen kijken. Maar ik zie het. Dus even kijken. Ik zie niemand. Wacht. Alleen een haai. Dankjewel voor alles, vlees. Oké. Een haai zag jou. Ja. Maar ik zag niemand in ieder geval. Hij zwom. Ik vond alleen dat die haai een beetje raar zwom.
zijn sowieso met z'n tweeën. Ik word zo hard genaaid op het moment. Eentje is dood. En twee is dood. Hij zit precies bij de boot, dus geen idee. Komt er iemand terug, Dennis? Een of andere lord nog wat. Oké, okay, een andere sloepje gaat doen. Ik ben ook dood. En dan blijft daar even op de boot is. Yes. We zijn hem ook in die stuur naar dat eiland voor ons. Oh, fucking blunder, ik ben dood. Ik had het zelf gedropt van die sloep. Nee, ik zie het. Ja, dan sloep dat achter dat, dat eiland voor ons liggen. Nee, ik kom wel terug. Wat is de status allemaal? Wat zei je? Ik ben aan boord hier. Status aan land is dat er nog één paars skelly... Ik had het tegen Roy. Ze varen momenteel weg in ieder geval. Ze zouden ons nog niet kunnen zien vanaf daar. Nee. Maar dan zit ik net aan een auto met skelly. Zal ik weer terug gaan? Ik ga mijn eiland op. Ik heb al een kurtballen hier. Ja, het waren maar drie of zo. Ook vier. En 18 earthworms trouwens. Daar kun je hier wel mee vissen, dat is in de Ancient Isles toch? Royal, oh nee, shit. Is Wilds. Is het de Wilds? Ja, volgens mij net. Ja, want je zit aan de andere kant van het midden. Dan zouden earthworms hier moeten werken. Okay, dat zijn Wild Splashes. Rood. Ik ben ook even terug in de eilanden, hoor. Ja. Rots. En we zien ze sowieso nog even op de chest aan boord leggen. Dat, en we hebben een of andere rode gigantische skull boven ons. Groen, ik pak groen. Ja. Ik heb een paars. Wow. Wat? Die gun die zit recht in mijn face. Rood. Rust maar stil. Auw. Wit. Kijk maar. Splash stil.
Rood. Die gaan we eens even meepakken. Ik heb rood. Wit, grijs, acht. En wit. Ik pak wit. Ja, het rood zonder. Blijf stil. Ja, ja, goed. Maar ik had rood. Oké, ik zit vast. Ik voel trouwens een mega lag spike. Ik ook. Ik niet. Ik moet aan de achterkant van het eiland zijn, maar dat kan ik niet zien. Gooi! Jongens, terug naar de boot, jij! Zijn geankerd. Ik heb een ananasje nodig. Wat doen we ermee? Naar de bodem. Wat? What's the plan, Dennis? Bodem. Dat is. Oh, ik heb geen eten bij, dat is niet goed. Eentje is dood. Ik ben ook dood. Ik was dan gaan praten. En ik zie een kanonskogel op mijn kant op vliegen. Ze liggen niet wel voor anker. Ja, en dan alles valt erop. Deze hoeken. Had ik het toch goed met die lag spike, hè? Ik denk al. Dat... Twee van hen zijn dood, eentje respawn die backspawnen waarschijnlijk. Ik zag in één keer een fucking Roy. Kan je heel subtiel even naar boven komen? Ik ben hier iemand. Au, ik ben beneden. Hou hem even in de gaten, maar ik doe beneden wel. Ik ben ook opgebouwd. Ik ben haal hem een schepje uit. Ik pak even een schepje. Gaat het bij ons oké? Okay? Ja. Yep. Kleine bijl. We zijn dicht. Was dat die kerel die terugkwam? Of, Nee, dat was een keer. Is er nog een mermaid? Oeh, lek. Tango, heb jij een. Of Dennis? Als jij een pistooltje in je handen hebt, kun je dan die ingang in de gaten houden? Als je niet met die superbarrels naar beneden komen stuiten? De superbarrels leggen bij ons in een mas. Nee. Alleen mijn kleintjes. Die liggen boven. En ik had net een hele mooie zilver-witte vis aan de lijn. Waar is een mermaid? Weg denk ik, ik zie niet. Het zou een beetje links voor het boek moeten zijn. Ik ga voor de zekerheid even twee tugspots checken. Hier ligt nog een barrel. Dus daar is een boot gezonken. Het kost me trouwens maar de helft van mijn leven, Mark. Dat je me naar boven liep, dus dank je. Alsjeblieft. Ik zag hem zwemmen aan de voorkant. Ik denk, hij zwemt niet zomaar aan de voorkant. Ik zag alleen niet dat hij het in zijn handen had. Ik zie hier nog een shark. Of die komt van mij, maar... Waarschijnlijk. En dan een zwom daarnet. Dan wel lekker. Ik ben wel even op het eiland. Nee, ik kom mijn hengeltje weer uit. Ah, ik denk echt, dan is wat een lag spike, jezus. Alle skeletjes komen vol op mij afgelopen, dus ik denk niet dat ze op. op het eiland zitten. Ik ben dood. Sloepje loopt ook eventjes te cirkelen, hoor.
Nou, sloeg je dat firewrecker. Ik ben ook dood. Oké, dus ben ik weer alleen. Met drie kleuren natuurlijk. Ik zag er maar twee, wit en rood. Oké, dat zijn allemaal pistolen. I'm ja, right. En daarom waren wij dus nog dood. Kellyn heeft naar ons schoen een wit zilveren vis gepost. God damn it. Oké, dat zijn echt een heleboel pistolen. Krijg je wapensplashjes hier trouwens van? Ik weet niet, ik heb alleen mijn splashdeels gezien en toen zag ik die wit zilveren tonnetjes van die ga ik ben halen en dan zie ik wel wat dat is. Maar tot nu toe is dat een keer paars, rood en het hele splashdeels. Maar anders kun je het ook met liedjes proberen misschien. Dan zijn het ancient skills dingen. Ja, ik zal het achter zo even proberen. Iets zegt me dat dit diezelfde bug heeft als het midden in eerste instantie, dat je alleen maar wild splashes hebt. Of splash deals. Was het maar zo hoor. Rood heb je nog over? Wat heb je nog? Dadelijk heb je weer allebei over, want ik ben bijna dood. The fuck, gek. Wat was het, rood telefoon. En wit toch? Ik heb rood gepakt. Ik heb wit. Nou, ik ben waarschijnlijk dood. Nee, toch niet. Oh, ik kom de trap op. Nou, is weg. Oh, what the fuck. En nu gaan we op jullie inhaken, lulletjes. Daar. Poeh. Ik kon de grond niet eens meer aanraken. Dat is van omhoog. Blauw. Ik pak groen wel. Wat is dat? Dat hier zien. Kijk in. Zwaar stil. Moet kijken wat dit is. Was er echt maar één groene? Toch waar ik het best wel, ja. Ik denk dat het een skill is. Ah, natuurlijk is het. Ja, het is inderdaad net zo'n handbal dit. Dat is nog een bal als bal. Ja, wie zei Jezus Christus dan? Ik, hè. Wit. Ja, dan iets met je stem. Dat en roze. Ik zei Jesus Christ. Ik heb groen nog steeds. Ik heb wit. Ik weet niet wat het was, maar bijna werd je stem in één keer mega zwaar. Ik kreeg eindelijk de baden in de kil. Ja, na al die jaren. Het zou tijd worden. Ancient skill it is. Kijk. De eerste. Ja, smoked. Dat is toch die veel waard of niet? Nee. Bone ancient skill of bone dust ancient skill of zoiets. Groen. Ik heb groen. Wit. Die heb ik nog. Ik heb nog wit. Ja, nog één. Hoeveel heb jij twee soort dashes? Leg mij dat eens uit. Hè, Matt? Oh. Hier, dat skeletje overleefde een dash van jou en mij. Oh. Ja, dat vraag ik me ook al, ja. Ik snap dan niet dat je zo heel vrolijk kan ankeren en dan gewoon hallo roepen. Dan denk ik, what the fuck? Ja. Yeah. Ja, en dan je afvragen waarom dat iemand boven in het schip gezaaid wordt. Wie, de rood, wie schoot de... Ze zijn terug. Zo, ik zie het, ja. Ze rammen ons volop. Ja. Ik lig in het water. Het appetit is
een ramp op, allemaal boven dek. Ja, ik ben beneden, vanwege de ramp. Klimmen het. Oh, nee, ze gaan naar onze mast. We hebben niks van onze mast. Jawel, ik ben dood. Ik ben dood. Zijn leeft er nog iemand bij ons op de boot? Nee. Ja, ik. Maar ik ben het knokken en aan het proberen te repareren. Ja, de barrel dadelijk af. Er komt een barrel naar beneden. Ik kan er niks tegen doen. Hun zijn weg. Ik ben dood. Ik ben ook dood. Wij zijn weg. Hun ook. Die hadden een aantal barrels naar beneden gegooid volgens mij. Ik zie hun met z'n drieën hier. Ja, zijn we met z'n allemaal gezonken? Ja, we zijn allemaal gezonken. Ja, wij hadden gaten en er gingen een paar barrels onder. Wij hebben een roeiboot. Kan een van jullie op de ferry blijven, dat we niet al kunnen zien of ze respawn? Die zijn al gerespawnd. Ik ben onderweg naar het eiland. Zijn jullie met z'n tweeën daar? De sloep komt er ook aan trouwens. Godverdamme. De sloep. Hoeveel mensen zijn nu bij het eiland? Twee. Ik en Zorgen jullie dat alles even op die roeiboot komt te liggen? Zijn hun allemaal dood? Ik zag er drie. Ja, volgens mij hebben Dennis en ik er drie. Ik weet niet wie erbij om is. Of is het dan logisch? Jij is echt een bij. Eentje was volgens mij al iets eerder dood om te respawnen. Want dan keelde ik hem mee weg op plaats door de barrel. Pas op, niet te dichtbij komen nog. Auw! Lampje hebben we al. Straks wel even alles pakken en daar wel dat we verder gaan. Oké, Roy, je mag Zuidoosten. We zijn niet heel ver weg. Waarheen? Zuidoost. Wacht, rechts. Drop zeil maar. Ja, ik heb achteraf de kop. Een windteken. Auw, godverdomme. Wat? Ja, bliksem. Maar natuurlijk niet spannen wij in de storm. Oh, ja. Oh trouwens, we kunnen de skill doen. Skill! En kijk, straks Zuidoost, maar ik zie... ga jij even naar beneden, man? Ja. Volgende keer als we daar liggen, ik niks in onze mast houden. En ik stop met vissen. Zit er niks voor ons? Een paar rotsen of eiland? Nee, ik ben zelf nog een kraai, dan zie je dat ook. Maar nu telt het. Jawel. Dat is gefixt. Dat ze fixen toch nog wel wat. Zo. Met al dat water vanaf. Zitten wij zo vol met water? Ja, ik weet alleen niet waarvan. Okay. Oh, hier is nog een gaatje. Nou, ik denk ik haal nog even die laatste scoop eruit, omdat het regent, maar ja. In één keer half dag, ik denk, wat? Hebben jullie nog niemand van hun gezien? Nee, maar er zitten hier allemaal kegs, dan pas ik even mee op. Kegs? Hadden hun eigen kijkers bij of hadden wij nog zoveel bovenin liggen? Maar dat ik hier boven. Ja, er liggen er hier nog twee. Ah, nee. Wat? Ja, gewoon zo in de wind houden. Nee, 180 graden omdraaien is korter. Zeilen naar links.
fucking kraken. Je weet toch wel recht kunnen houden als je dat wist. Nee, want aan de voorkant heb je veel meer inkt dan je achter je hebt. Ja, weet ik, alleen het duurt veel lang. Het duurt ontzettend lang om al die zeilen te draaien met z'n tweeën. Ja, zo gedaan. Oh, kut, dat ik een deel even naar beneden dek waarschijnlijk. Even dat zuigen stoppen. Stoppen met zuigen. Nee, ik moet ook naar beneden. Oh nee, shark! Oh, slaap je in onze reek, dat is fijn. Dank je. Zij is achter mij. Zeilen zijn gedraaid, ik ga beneden kijken. Is het stil? Ja. Oh, ik zie een galleon. Ja, hun zijn eerder terug dan wij, want wij worden fucking gekraken. Ah, dat is een skelly galleon. Oh, zo, ik echt. Ugh. Zeg dat de volgende keer meteen. Ja, dat zag ik nog, ik lag in het water. Ik ben loot aan het schatten. We zijn er bijna uit, hoor. Nou, volgens mij is dat geen skelly guy. Oh, fuck sake. Pak een van die big booms, spel ik. En blaas ze echt to all hell. Ja, dat is een gewone galleon, dat is een player galleon. Kan jij die robot weghalen? Kan wel. Ik ben aan het zwemmen met een barrel, dus als jij gaat varen... Ze zullen wel wat naar rechts gooien. Zie je? Ze zijn al daar. Lucky fucking bastards. Ja. Moet ik gewoon van het eiland wegroeien? Ja. Fuck, ik kan niet voor die horse. Nou, dat op dan, dus ik denk dat ik dadelijk in draait. Ze draaien vol op. Oh, wacht, rem. Wat? Ik ben hier. Go. Ze hebben geanchorturnd. Waar zitten jullie aan welke kant, jongens? Ver weg. Wij zitten nu bij het midden van de map. Wij moeten nog een stukje dus. Oh, we zijn al zo. Als het goed is. Oh, kut. Ja, gewoon doordraaien. Ja, doe het. Oh, kut, het midden van de map. Drop maar. Dat is richting het noordwesten. Ik zie jullie. Ja, we hebben de lampjes uit. Oh, ze gaan naar het fort. Of niet? Volgens mij wel, ja. Probeer van hun weg te varen in ieder geval. Hoe zit jij met de barrel attack? Nee, ik weet dat ze varen hem al voorbij. Maar volgens mij hebben ze de barrel geraakt die ik er net voor het eiland heb gelegd. Ze varen dan weer uit. Dat lijkt wel een sloepje Gengarion trouwens, hoor. Hier links. Ze lijken ons niet te volgen. Ze lijken weer geankerd. Zien. Dat is wel een galleon. Kijk maar naar een aantal masten. Ze liggen weer geankerd. Draai er maar naartoe, Dennis. Dan doe ik ook nog niet maken. Oh, what? Ze liggen achter het vocht geankerd.
Waarschijnlijk zoeken ze. Zijn we aan het draaien? Zijn niet meer anker? Oh fuck, wij hebben. Ja, we hebben Reaper Chest aan boord. Ja. Tango, waar is de outpost? Zuidelijk. Zuid. Zuiden naar rechts gewoon. Ja, zuiden dus. Voorbij de seapost. Ja, welke kant is het? Ja, ik ben aan het. Je gaat er naartoe, je gaat naar het zuiden. Je gaat nu richting zuidwest, meer links. Ga maar richting die seapost. Ja, wij zien die seapost nu. Oh, daar. Ja. Dat is west. Ja, voor jullie is het meer south, denk ik. Ons... Nee, normaal vanuit het fort is zuid naar dingen. Ja, dan is het bij ons meer southwest inderdaad. Dus dan vaarden we goed. Want wij zijn nu bijna bij de seapost. Ja, rechts zo die gaat. Bijna even niet achter maand. Tango, kom jij terug naar de boot? Weet je het zeker? Ja, want de galleon is hier. Oké, ik spring er hier af dan. Volgens mij zijn we niet bij de zalf. We kunnen ons toch zien op de maan. Ja, we zijn terug naar het fort gegaan. Ik lig in het water. Mm-hmm. Ik heb nu de mermaid. Ik ga het eiland opkijken. We zijn aan het draaien. Mm-hmm. Ik ben het eiland op aan het gaan. Kun je alsjeblieft eventjes naar die seapost komen dan? Daar zijn er dan toe. Er komt ook nog een sloepje deze kant. Waar zijn jullie? Het sloepje komt niet meer. Wij draaien er nu voorbij. Ja, we zijn die galleon bezig aan het houden. Het sloepje komt toch wel. Volgens mij komt de galleon juist nu naar de seapost. Draai de zeilen maar vast recht, denk ik. Ja. Er is nog een Reaper's. Oh, die Reaper's chest is natuurlijk actief omdat het fort actief is, ja. Dus het is inderdaad denk ik wel handig. Of wat? Het is wel handig om de rowboat op te halen, denk ik. Gooi, vaar wat naar rechts. Gooi, vaar wat naar rechts. Kom maar laat. Plan. Lekker langzaam draaien. We hebben ook echt maar één plank. Nee, ik heb nog een paar planken. Kraken. Ik heb start wel... supplies. Zijn jullie het schip dichtst bij het eiland of niet? Nee. Shit, ze maken de draaicirkel net te kort. Jou nu richting ons varen. Hij komt nu recht voor ons op de rowboot. Ik hoor iemand schieten. Nee, dan schiet ik aan ons, Koros. Volgens mij zit jij echt heel erg dichtbij nou. Mark zit bijna naast ons. Dus nog een beetje doorvoeren. Zal ik de zeil een beetje omhoog doen? Ja, doe het volgens mij wel omhoog. Doe achter een beetje. Kom op. Ik zwem met een pikboom in het water. Ik sta hier klaar om je te dokken als je aankomt varen. Wow, je vloog van mij. Ja, mm-hmm. En kom er nou aan. Yep. Mega irritant. Jullie gedok? Ja, go! Waar zit jij ongeveer, Dennis? Aan een ladder. Oké.
Zelf. Ze slaan me. Ze sloegen me. Volgens mij is het grootste gedeelte van hun ook opgeblazen. Waarschijnlijk wel. Oh, Mario! Oh, dat is niet erg, dat pak ik. Ik heb planken. Die van hun zijn dood. Kijk naar de zeilen, jongens. Kijk naar de zeilen. We zijn bezig. Volgens mij gaan ze het halen als ze niet... Ze spannen nu terug samen met mij. Of ze zijn gezonken, weet ik. Dat was een big boom die bij hen afging, hè? Achtercel niet verder moet gaan. Omdat ik nog voor bezig was. Ze leven nog volgens mij. Mhm. Die het met heel veel plezier doen. En dan zeg ik, ga er maar naartoe, Richard. Jij ook. Ja. Dan kun je er maar 1 of 2 killen, dan kunnen ze hier wel niet repareren. Hoe bewegen ze nog zo snel? Het volgt zelfs niet naar beneden. Nee, ze gaan wel weer een tikken trouwens. Ja, maar ze varen sneller dan ik kan zwemmen. Zullen we gewoon met onze shit wegvaren, even spullen pakken? Want we kunnen niet vechten nu. We gaan ook niet. We zullen ook niks meer hebben nou. Het master gaat omhoog, ik ga terug naar onze boot. Netjes. Oh, het vis. Pas vis. Ik heb er geen. 2 heb ik. 3. Was jij dat hij daar met de Legends Chest liep? Nee. En fucking ping! Ik ben van onze boot af. Want ping. Need repairs? Ja, ik ga al. Ik heb nou mee. Oké, is er een eiland in de buurt hier zo waar ik supplies kan halen? Ik heb een chart. Ik heb geen planken meer. Hadden jullie het grootste gros trouwens aan boord kunnen laaien? Met, we hebben alles aan boord kunnen laden. Alles. Oké. Kijk uit, eiland. Ja, ik ben nog terug aan het draaien, maar... ik was bezig met reparaties. Storage crate volgens mij. Nee, ik ga niet stoppen met hun. Nee, snap ik. 31 cannonballs. Ja, maar 0 planken. Weet ik. Ik had ook dat een plank gekregen was. Dat is een plank. Ja, 3 planken is 0 plank. Technisch gezien. Ja.
hebben wij hier eerst een outpost. Ancient Spire. Gaan jullie richting? Volgens mij. Er is wel wind tegen. Ze komen weer op ons af trouwens. Weet ik. Ik ben aan het roeien dat ik voor ze kom liggen. Kijk even voor een outpost, jongens. Ja, sorry. Ik was even om me heen aan het kijken voor barrels of zo. Outpost Ancient Spire, southeast. Nou, dus ben tegen, andere. Galleon's Grave, northeast. Dat zou kunnen. Of Dagger Tooth, northwest. Northwest is naar hun, dus dat doe ik even, niet. Zou wel. Nee, niet naar hun. Zoveel mogelijk. Dan klappen dadelijk over de Uncharted Island. Ja, yep. Dankzij mij. Dankzij mij. Ze waren een beetje afgeleid doordat iemand aan het roeien was en aan het zwemmen voor ze. Daar staan ze mooi. Ja, best wel. Ja. Net een monument. Nou, kun je ze misschien ook gaan proberen? Ja, dat kan ik wel proberen. Maar... En neem een paar planken mee voor als je doodgaat. Als ik kan. Dat is best wel een stuk zwemmen. Nee, ik denk dat ze er voorbij zijn. Nou, proberen over het eiland heen. Lekker ze weten dat ik er bijna in ieder geval. Ja. Wij weten ook dat hun het zijn. We hoeven maar naar de ping te kijken. De tering. Eigenlijk kunnen ze best goed schieten. Tegen, alsjeblieft, tegen. Ik zou best wel moeten om hier weg te komen. Hierin. Ah, ik ben doodgeschoten. Ik ben dadelijk net nodig, ook jij? Ik zal even checken voor je. Ah, ik wil alleen mijn tiende vocht, zodat ik mijn jasje kan kopen. Ja, noorden. Super. Vanaf hier noorden. Om Kraken's Fall, sorry. Juist. De zeilen waarschijnlijk bijna dummy, denk ik. Ik stuur voor even mee, zo. Nou, ik ben benieuwd, dan zitten we daar op Thailand. Ja. Dan zet ik zo. Gaan we terug. Ja, ze stuurde in één keer hard voor mij weg omdat ik volgens ze groeide. Ja, die dachten natuurlijk dat jij een barrel in die ruwboot had. En toen focussen ze zich vol om mij te schieten. om op mij te schieten. En waren ze hier vol op zich in het letten. Nee, ik barrels, waar zijn rechts. Barrels, rechts, onderaan. Ja. Oh, 5 planken. Nog 5 planken. Sowieso, die kraken naaiden ons best wel hard. Mm-hmm. Volgens mij zijn we ze ook echt kwijt. Voorlopig. Wij gaan niet terug liggen in het bos. Nou ja, we staan heel mooi op de map. Dus kwijt en het is goed mogelijk.
altijd de kruk vinden. Zullen we meteen hier wegkopen? Kan, maar dat is niet zoveel. Nee, daarom dan zijn we ook zo klaar. Zal ik even ankeren? Ja, doe maar. Stuur recht. Ja. En we gaan dat vocht proberen af te maken natuurlijk. Mm-hmm. Die van meer tijd en vocht. Maar ja, we zullen dus supplies moeten hebben, anders kunnen we daar vrij weinig mee natuurlijk. En we hebben ook niet veel. Nee, hebben klopt. Echt al een klap gekregen net, toen ze mij doodsloegen met die barrel. Er ligt nog één jam, ik begin vast aan het ankeren. Ik kan weer een pak hebben. Zullen we hier even op supplies kijken? Ja. Ik heb even die engine skill erop gegooid. Ja, die kunnen we dadelijk gewoon even iemand afschieten of wat dan ook. Geen spannende, geen spannende. Hey, planker. Ik heb een 5 plank. What the fuck? Een blub onder water was het? We hebben inmiddels 18 planken. Vast hem al. Hallo, ik heb die vest ervan afgepakt. Ja, is goed. Ja, maar ik heb hem niet in mijn inventory. Ik kreeg hem niet in mijn inventory. Ja? Ik zag hem bij het rietje vast staan. Met mijn dop. Ja. Wow! Hallo! Ja, daarom kan ik liever iets eerder met de zijde. Als je hem toch vol mee hadden, dan kan ik achter dat echt wel trekken. Nee, het was meer van, ik lijkde, zeg maar, voor... Ja, nee, nee, daarom. Ah, kan ook helemaal omhoog. Waar zijn die Reaper's chests? Dat is één. Eentje achterop en eentje op het gat. Maar ik snap het niet. Ik had het lontje extra van tevoren aangestoken om het als een soort van dwangmiddel te gebruiken dat ze me niet zouden slaan. Jesus Christ. $11,000 voor die Athena? Ja. De tering. Moet je nagaan wat je krijgt als je een roar neemt. Ik kan mooi op de op laten vallen. Zo maak je echt dat je veel goed hebt als je zo pak in een moet. Fuck je weer van de boot. Oh, kist op. Dan moet je niet al die dingen ertussen gaan leggen plekken. Die muffs en shit. Dan moet je allemaal gaan opletten wat ze aan het verkopen zijn. Okay. Wij zijn domme runners. Wij pakken op en lopen. En als er rare shit er zit, dan raken we in de war.
Ja, en zeker als je al een paar kisten gedaan hebt, dan ga je vanuit dat meer kisten zijn. Ja. Volgens mij is het. Oh, er liggen nog mermaid gems af. Ja, hebben we daar ook wel in. Jij zult je wel al 49 zijn, of niet, Tango? Bijna, echt bijna. Oh, wat doe ik nou? Je valt in het water? Ja, ja, ik wilde naar het schip en toen denk ik, oh, het staat op de dok. En toen was het... En toen, nou ja, had ik nog natte laarzen. Oh, oh, oh. Collectors kist staat hier kut. Ah, haha. Nee, pots. Ik had niet verwacht dat het zoveel gekloot. Dus ik had die skulls ook al naar beneden gooien. Ja, als je een beetje anders gooit dan de rest. Zodat ze op een apart hoopje komen te liggen. Ik loop al met die skills met de collector's chest, Tango. Oké. Ja, als je de treasure vast doet, dan kunnen we daar dadelijk merchant neer gooien. Zo, 7k voor een stronghold skill. Dat is toch lekker. Ik heb wel slecht geluid gehad om... Wil jij pas kijken voor supplies, Mark? Ja. Zo'n kistje gelijk, man. Als goed is dat dan nog een trinketje op het dok. Nee, ik ben hier weer aan het lopen met die skulls om dat ook te trekken. Ja, waar die kist stond, heb ik even neergegooid. Is er nog merchant stuff? En kom er zo aan. Pak even die trinkets als je wil. Anders leg ik die er dadelijk onder. Dank u. Awesome. Hadden we nou een fruit crate of een wood crate, trouwens? Fruit. Hadden we. Oh, die hebben we in die lichte rijks intussen. Zullen we natuurlijk wel eens terugpakken. Een fruit crate. Een fruit crate. Ja, een fruit crate. Werkt wel om de reserves weer aan te vullen die we twee weken geleden uit hebben gegeven. Yep. Ik zit alweer bijna aan 1 miljoen, dus daar ben ik wel blij mee om. Ik zit nou bijna weer aan 2. Ik had nog iets van 5 ton of zo, of 3 ton, ik denk. Arme slubbertjes. Ja, dat is heel weinig. Ik zit net over de 4 miljoen. Maar daarentegen, ik hoef nu alleen nog mensen spullen van Shipwright. Dus heb ik alles. Mark, jij bent geen eerlijke vergelijking, want jij hebt nog lang niet alles gekocht. Ik ga ook niet alles kopen. Ook niet de time limited stuff. Dat wel, maar niet alles. Ik heb 4,6 miljoen. Ik zet ik nu op. Ja, dat was het kamer precies. Ik koop eigenlijk alleen als ik het leuk vind. Nee, daarentegen ben ik wel echt een collector. Dan moet ik alles hebben. Ja, ik ook. Het enige waar ik wel van baal is dat ik in het begin, zeg maar. Toen had je natuurlijk zeg maar, van bepaalde shipskins had je duplicaten, weet je wel. Ja, die heb ik ook niet. Die heb ik niet allemaal. Ja, duplicaten, dat waren gewoon slechte reskins, sowieso. Ja.
Daar had ik gewoon degene die ik cool vond gekocht en Volgens mij kunnen we gaan. Nee. Even kijken voor supplies. Nee. Dan eerst de battle te gaan. Stoppen. Ja, dat lijkt. Nou ja, nou, daar ligt een vocht op ons te wachten. Mm-hmm. Ja, mijn bed ook. Zijn ze nog steeds niet klaar met dat fort dan? Nee, toch niet. We waren er niet. We waren dat ook. En we waren nog niet bij de bosvever. Ik vond het wel grappig. Ik weet niet wie er met mij op de boot was. Maar we konden gewoon rustig zijn vriendjes afslachten. Dan stond er nog eentje rustig met de knol te schieten. Oh ja, dat was ik. Dat ik hem dashte in één keer. Ja, dus hij stond gewoon nog vrolijk te schieten. Met kanon. Ja, ik denk ook als een vriend. Nou ja, niet als een vrienden, want een paar van zijn vrienden waren gewoon lekker onze kroosnes in het klimmen. Dat was de. Volgens mij was dat de ene. De eentje, ja. Ik sprong over naar onze dood en precies zat met Sargon langs lopen. Toen zei ik nog, er kwam een barrel naar beneden. En toen, ja. Explosief. Ik heb in ieder geval een ballastbal, dus we kunnen best vervelend zijn. En we hebben 50 planken. Dus. Ah, ik zeg gewoon spoilers. Ik heb een Rick, de Jack, Limp en Barry. Wat is die laatste? Barryball. Barryball? Barry. Oh, Barry. Ik denk Barryball, die ken ik niet. Remember? Ja, dan begint ze ook allemaal te dansen. Barry Whitefield. Member berries. You remember? Do you remember? When? Oh. It's like, bye. Deze week hadden ze net één keer eerder, één week eerder met de Vlaardijk vrij. Niet mag het wel naar rechts uit. Ja, maar dadelijk wat. Toch nog een stukje die kant in dus. Hij staat heel langzaam naar rechts trouwens. Hallo soepje. Oh, Skelly soep. Zijn dan een rijk doen, laat ik hier tot ons. Is het een sloepie? Skellington sloep. Ze zit daar een beetje rondjes te draaien, weet niet wat hij moet doen volgens mij. Ik zie een galleon bij het fort. Met de billetjes naar ons toegedraaid. Oh, dat zie je nog best wel goed van een afstand. Oh, dan gelijk even tussen die flappen met, hè. Moet je even wat eten pakken, Dennis. Dat is een heel goed idee, Dennis. Ik heb nog een paar keer genaaid waar geen eten bij moet hebben.
Liggen die nou geankerd? Waarschijnlijk wel. Ja. Deze net ook de hele tijd. Ik ga iets verder door. Ik kan vanuit het eiland met Broadside achter ze komen. Nou, dan gaan Dennis gelijk erop afschieten. Is het eigenlijk al over? Daar gaat de ding al weer. Ja, ze liggen geankerd. Liggen er nog big booms? Ik heb er maar eentje gebruikt en daarna lag er nog sowieso eentje. Dennis weet waar ze ligt, ik weet niet of Tango weet waar ze ligt. Nee. Ja. Je weet waar ze de vorige keer lagen? Tussen die rotsen en stijgen. Oh, ja, ja, ja. Alleen onder iets verder lopen. Iets verder lopen en dan rechts. In een hoek van de zijde. Net komen op. Tegen die rots van in een hoekje is het. Hoekje doen. Niet kanonnen gebruiken zolang we geen enkel hebben. Hoe is het zo nog? Nou, we hebben best wel wat vaart. Achterzaal omhoog? Ze zien ons aankomen. Ze zijn bij de Captain Wave. Ik ga proberen het eiland op te komen. Ik heb een schip. Misschien zijn we ook nog snelheid. Kremel is al laag. Ze hebben geen planken meer, joh. En geen cannonballs. Oh, wat erg. Hier liggen we een boek. Gesniped vanaf Thailand. Ik ben op het schip. Ik kom ramen met een big boom. Ja, de hun zijn weg als ze geen supplies hebben. En we gaan ze zat inzetten. Ze zitten op de helemaal boven aan de toren. Ze zijn gezonken. Eentje dood. De ander zit op de toren, pas op. Pas op. Tango, kijk mij! Kremerl, wat? Waar de fuck zit jij? Tango! Oh! Hij zit achter je! Ik zag het, maar die big boom ging af! Die big boom ging af en ik werd op die boot van hun geblazen! Oh echt? Dat zag ik toch niet. Waar komt de thunder vanaf? Oh, daar! Er zijn er nog twee of drie. Eentje is nog op het eiland. Eentje is de dood. Ja, maar die zal zo terugkomen, aangezien hun schip niet... Er zit er nog, kan iemand helemaal naar boven gaan? Wat? Helemaal boven op het eiland, op de hoogste toren van het fort. Ja, ik zie hem. Ik ben bijna dood. Maar ik ga het proberen. Ik schrok me dood. Ja, ik was even in het water aan het kijken. Oh, ik raakte hem! Ik ben waarschijnlijk dood. Ik heb geen kogels meer. Ik ben niet dood, maar ik ben ook niet erg levendig. Ik heb hem ook geraakt. Nou, ik heb in ieder geval wat eten. Ik moet even bullets halen. Volgens mij is hij niet neergesprongen, of hij is gaan liggen zo. Nee, hij springt achter die mast op en neer. Ik ben naar boven aan het lopen. Auw, fuck, sick, geef me eten. Eten zeg ik. De eerste eten halen, anders kan ik niks. Dank je, dat zijn bananen. Dat was één hit. Ik ga eens kijken of je naar die poort kunt zien. Ja, hij sprong volgens mij net naar beneden. Ja, volgens mij sprong hij naar beneden. Heb je hem geraakt?
ben even naar boven aan het klimmen. Wacht maar, niet schieten, niet schieten. Hij is niet meer hier bovenop. Nee, ik meen dat ik hem naar beneden zou schieten. Waarschijnlijk stond hij net waarschijnlijk beneden het verband. Was jij dat dan wel? Ja, dat was ik. Ik pakte water. Omdat we hadden wat water onder. Kun je het boot iets van naar links? Mermaid is nog niet weg, maar dat komt denk ik omdat jullie... Die val is niet goed bij ons. Hebben jullie? Ik ben van het eiland afgeschoten. Nou, maar ik bedoel, is hij daar nog? Dat bedoel ik even. Weet ik niet, ik heb hem niet gezien. Wie is er dan zo? Ben jij beneden, Roy? Ik ben daar rond aan het rennen. Ik ben net er naar het eiland afgerend beneden. Ja, ik zie je. Ik kom naar de boot. Ben jij ook van het eiland af? Ik ben nog op het eiland. Ik ga Kremer naar beneden lokken. Zo. Misschien moet iemand barrels opblazen lopen. Ik weet niet. Slash. Daar is Gamer, hier rechts. Waren ze al wel met hem bezig, of niet? Ja, die wave was al bezig toen ik in de buurt kwam, dus. En ze exact met ze bovenop staan. Mermaid verdwijnt. Dus ik denk dood gegaan door skellies. Dat was naar beneden best wel. Ja, of de val, want ik heb. Wij hebben hem twee keer gesniped. Tenminste. Oké. Okay. En dan net voor die wherryball kwam, sprong hij volgens mij naar beneden. Dus misschien is hij die wherryball geraakt en die skelletjes hem afgemaakt. Gewoon zet een koosnest. Zo goed. Ik haal hem even een stukje naar beneden. Hij is weg aan het lopen inderdaad. Net niet. Hij staat nou achter de muur. Komt hij binnen? Nee. Kan hem raken? Ja. Volgens mij even niet. Ja, je raakt hem. Ja, of hij staat net achter die paal, dat kan ook. Volgens mij raakt hem. Nee, je raakt hem net niet en raakt die boom. Je stuurt iets naar rechts draaien, dan kunnen we waarschijnlijk... Hij glist je nou door die muren? Ja. Auw! Auw. Kom er toch die fucking bom vandaan.
hij nou? Achter de boom. Hij teleporteert voor mij de hele tijd, man. Ik ga weer even kiten. Kust nog veilig, hoor. Ik zie nog niks. De muziek cute wel heel irritant steeds op me. Ik kan alleen niet recht achter het eiland kijken. Het midden zie ik niet, zeg maar. Nou. Anders moeten we even iets verder naar voren. Dan kunnen we kan best... ook. Ja, dat maakt voor het zicht niet uit, in ieder geval. Nee, maar ik kan niet verder naar voren lopen. Of dan is het meer open. Ja, raakt hem niet. Ja. Nu wel. Uit te worden geblaast. Jezus. Oeh, merk het. Ik zie een brick of een galleon. Een scully galleon. Bij dat sloepje bedoel jij? Nee. East, southeast. Nee, dat is Kelly, volgens mij. Zijn ze dat? Ja, we hebben net opgebroken zeilen. Ja, nee, je ziet geen gebroken zeilen. Volgens mij is het een Kelly. Ja, het sloepje staat volgens mij mee bezig. Dan zou ik net een stuk verder op, maar kijk wat het schip doet. Te dichtbij, Tango. Ja, ik kan ook. Laat je niet. Ga weer. Oh, lief. Wij zijn weer net uit range. Dat is perfect dan. Nee, precies goed. Ik zie zo 1, 2, 3, 2, 1, boven klim niks, dus sowieso, maak me hopen. Een sloepje, een skeleton en... En nog een tweede sloep. Dat is al ver weg. Ja, die sloep die staat bij die outpost daar. En er is er eentje tussen de rotsen. Die staat er ook al in. Dat was nummertje 10. Achievement! De key blijft hangen in de opening van de deur. Dat is speciaal, dat woord. Oh, bij mij is het niet zo, toch? Ik moet die key nog hangen. Ik loop er nog eentje achter, inderdaad. Ik moet er nog één. 10. Dat klopt, maar heb ik toen nog eentje gedaan toen jij op de dienst staat. Maar ik moet ook wat nieuws zoeken weer, want ik moet daar morgen sleutels in leveren. Eeuw. Huh? Nou ja, dat was van de ene kant lichtelijk te verwachten natuurlijk. Klopt. Wat Kunnen jullie ze links bij die ladder in die opening leggen? Daar kunnen we met elkaar bij.
Dat ik mijn sleutels van werk moet inleveren. Oh! Ik heb daar toen even geschopt, kun je niet wel zien, maar... Maar hoe bedoel je, ik moet sowieso wat anders zoeken? Dat hij zijn baan kwijt is. Oh, ja. Joh, nee joh, oh man. Ja. Mag ik vragen waardoor? Omdat... Te weinig werk. Ja, de leverancier heeft te weinig werknemers om het aantallen aan te kunnen, om het te kunnen leveren wat ze beloofd hebben. Er zijn te weinig werknemers voor, waardoor wij minder werk krijgen en daar... Oh man, wat doe je voor werk? Wat denk je voor werk? Digitalisering, archief. Archiefdigitalisering, boekdigitalisering. Joh. Ja. Oh, dat is best vet. Ik heb op het gemeentearchief in Rotterdam heb ik een hele tijd stage gelopen. En daar heb ik dat ook zeg maar gezien hoe ze dat restaureren en weet ik wat. Dat is best kijk. Waar woonde jij ook alweer, Mark? Lelystad. Dat is een beetje te ver weg. Ja. Nou, dat werk ik doen wij ook. Alleen ik ben een man. Maar jij doet dat werk ook? Ja, ik doe niet dat werk. Ik ben software engineer. Maar ik werk. True. Ik werk bij zo'n bedrijf. Ja, ik kan dan zeggen, ik heb daar een tijd stage gelopen. We hebben voor Rotterdam hebben wij de brandgrens. Ik weet niet of je dat weet wat dat is, maar... Nee. Het gedeelte wat zeg maar gebombardeerd is in de Tweede Wereldoorlog. Daar gaat het heel Rotterdam alles. Groot deel van Rotterdam. Niet alles is gebombardeerd. Zeg maar, ja, toen alleen maar de Dam, geloof ik, hè? Ja, nou ja, in ieder geval, er is een grens. Rotterdam was er eigenlijk al afgeschoten. Er was een grens. Dan wordt tijd dat ze dat weer doen, dat Rotterdam is. Ja, ik moet zeggen, ik vind het nog steeds een van de beste steden die er is, hè. Ik vind het beter als 020. Dat zeg ik niet omdat ik Feyenoord fan of weet ik. Nee, maar 010 en 020 geeft het altijd. Feyenoord fan had je afgelopen weekend ook niet moeten zijn. Ik kijk helemaal geen voetbal. Dus maar ik bekijk het gewoon. Ik bekijk het gewoon 4-0 geklopt, gek. Echt in de eerste helft al. Maar ik bedoel, ik zeg niet omdat het, zeg maar, omdat ik nou dicht bij Rotterdam woon. Want als ik Amsterdam een mooie stad vond, dan zou ik het ook zeggen, maar... Ten opzichte van modernisering vind ik Rotterdam echt geweldig. Niks tegen... Ja, Rotterdam is wat minder, maar ik vind Amsterdam vind ik sowieso echt... Sorry, ik wil niemand op zijn tenen trappen. Maar die stad, die muur. Ja. Dat is normaal, hè. Amsterdam. Ja, die stinkt. Ja. Dat stinkt gewoon. Ook. Ja, dat doen Utrecht en Aarhus. Stinkt het niet naar wiet, stinkt het wel naar stront? Ja, ik bedoel... Dat is redelijk normaal. Ik heb best wel een gezellige avond in Amsterdam gehad, hoor. Maar... Het is geen stad waar ik in zou willen rijden. Sowieso veel te groot. Ik hou niet van die grote steden. Echt niet. Ik zou ook niet in Rotterdam willen wonen. Zag ik dat nou ook inderdaad goed? Wat dat is? Dat is een skillion. Een sloepje? Ja, de sloepjes die zitten wel even. Maar... Dat lijkt me een skillion, die ene ding. Ja, mij ook. Nee, dat is een scallion daar. Ja, maar er zijn er twee. Ja, achter nee, die aan de linkerkant, dat is een scallion. Die zat achter die sloep aan net. Maar die helemaal achter ons. Ja, ja, dan is het allebei. Weet je, het kan ook goed zijn dat ze gestopt zijn. Dikke kans. Is alles aan boord? Of alles... Ik heb nog geen big booms gezien, volgens mij. Oh ja, de big booms. Liggen allemaal op de heel veel money, dus ga maar halen. Ja, dat is nu nog zo'n 50k. Loop maar even mee, laat je zien waar die big booms liggen. Ja, ik had die ene naar beneden gehaald en ook al waren hun gezonken. Ik denk ik blaas hem toch maar op, want ik wil niet dat we hem vinden. Ik heb een klein idee waar ze ongeveer liggen, maar... Ja, ik wou zeggen daar. Hier. Oh, daar. Sneaky. Oh, maar ik vond het wel grappig, ik blies die big boom op en niks goed. Ik werd zo op het schip van hen geblazen. Ik dacht dat jij dood ging, daarom dacht ik van wat bedoel je nou? En toen ineens zag ik jou achter me lopen.
Hou deze even uit, want we komen eerst langs de C-post. Nee, maar mijn ex die studeerde in Amsterdam. Dan moest ik het er wel eens ophalen. Nou echt, oh, verschrikking. Ik heb sowieso niet op grote steden. Jokie. Moet je voor de grap eens door Den Haag rijden, word je helemaal gek. Oh man, hou op. Weet je, ik heb dat al bij Eindhoven en een zekere hoogte Roermond ook, met een kut inrichting verkeer. Eindhoven, maar Roermond hebben ze gewoon kut in geregeld met die single. Ja. Echt, dat is het domste wat ze ooit hebben gedaan, gek. Je had het inderdaad over Den Haag, vooral dat stuk, zeg maar, nu dan... wat was dat nou, heet het stuk daar? Ja, maar dat is een hele woonwijk daar zo met eenrichtingsverkeer, maar dat is niet normaal, man. Ja, maar er is ook een heel stuk dat zijn ze aan het renoveren en dan... Of aan het... Ja, renoveren heet het volgens mij, maar... Ja. In ieder geval, alle stoplichten deden daar niet en er gebeurden gewoon ongelukken om de paar minuten gewoon op dat stukje. Meneer Rees. Hier in Roermond, zeg maar, hebben ze uiteindelijk, er was best wel wat verkeersopstoppingen in de single om echt het centrum heen, zeg maar. Dat komt omdat ze hier het designer-outlet hebben neergezet. Wezen hier een oude militaire basis. Eerst is dat naar een vluchtelingenopvang gegaan een aantal jaren geleden. En toen is dat opgeheven eigenlijk. En toen heeft een grote international... heeft daar het designer outlet neergelegd. Allemaal heel leuk, heel aardig. Werkgelegenheid en ook vooral trekt het gewoon heel veel geld in de kassa. Daar gaan echt miljoenen per dag over de toonbank daar. Ja. Dus dat is allemaal goed. Allemaal leuk, allemaal aardig, weet je wel? Alleen dan kom je op het feit terecht dat dus er allemaal verkeersopstoppingen doorkwamen. Dan denken ze, oké, wat gaan we doen? We gaan die single om het centrum heen, gaan we één richting maken. Oh ja. Nee. Dat is een grote rotonde dus. Ja. Nou, de stad is een rotonde, zullen we maar zeggen. Nou, allemaal leuk, allemaal aardig, allemaal fantastisch, allemaal geweldig. Ik woon met de bus, letterlijk, 2 à 3, als het een beetje drukker is, 5 minuten van het station vandaan. Ik kan er in 20 minuten lopen, waar ik woon. 20 minuten lopen. Ik heb het laatst meegemaakt, dan is er een Duitse dag, tussen aanhalingstekens, oftewel een dag. De Duitsers hebben vrij, daar moeten wij gewoon rekening mee houden hier in Roermond, dat de Duitsers vrij hebben. Heb ik 20 à 25 minuten in de bus gezeten. Wauw. We zijn klaar. En erop in die cellen. Maar waarom moet je daar rekening mee? Hoe bedoel je? Zit omdat de stad dicht zit. De stad zit dicht. En doordat ze die eenrichting verkeer weg hebben gemaakt, zit het niet alleen... De caravan natuurlijk. Nou, dat niet zozeer, maar al die Duitsers, Belgen, noem maar op, die komen allemaal hierheen, allemaal leuk, allemaal aardig. Laten we eerst even bij die C-post stoppen. Ja. Daar heb ik verder geen probleem mee, dat die allemaal komen. Maar, doordat we dat eenrichtingsverkeer hebben gemaakt, is het gebied waar ik woon, wat gewoon een rustig dorpje is eigenlijk, ja, een wijk, zou het zo zeggen, van Roermond, is een sluiproute geworden. Ja, aan de andere kant, ze kunnen ook niet heel veel anders. Als je twee richtingen gaat maken, dan staat het helemaal dicht. Ja, als ze het gewoon twee richtingen hadden gehouden. Het punt is dat ze nu, als ze ergens iemand fout rijdt, komen ze helemaal door de Dommelberg heen om de fout goed te maken, zullen we zeggen. Dat ben ik met je eens. En dat was eerst niet met de twee richtingen verkeer weg. Ze hebben die één richting gemaakt en ze hebben de weg versmald. Ja, vooral dat laatste. En dan had je de brede weg, zeg maar. Dat staat langs de gildeopleidingen af. Het heet nog steeds de brede weg. Het is nu een van de smalste wegen van Roermond geworden. Ja, en vroeger was dat 3-baans, 4-baans, toen ik daar op school zat? Dat was sowieso een 3-baans en had je nog een parkeerstrook langs. Ja, dat zou kunnen. Nu heb je gewoon een normale 2-baans weg, zeg maar. En geen parkeervakken langs die half ook vaker in de dingen gaan. Hoe heet het? Waar ze het vaak niet gezellig parkeren. Nou, wat was dat dan? Had je ook alle gems van achter gepakt? Ja.
hun karakter smoke agents. Zo, 42 half. Ik ben compleet level gegaan vandaag. 49. Ik ben 49 en iets over 3 kwart. Of iets onder 3 kwart, dat is wel. 49 en bijna. 48 en bijna. Sorry, jij bent deze steroïde genomen. Die 49 en een millimeter. Is rechts voor me? Ja. Ja, plunder. Ja, zeker. Ik was even kijken. De kuiper, kaptein. Er zijn zoveel eilandjes op een dag. Ik vind het wel grappig dat we een heel deel van ons werk hebben laten doen. Ja. Het meeste eigenlijk. Hoewel we al redelijk ver waren. Ja, maar hun hadden best wel wat damage al gedaan aan Kramer. Oh. Ik wou zeggen, als je nou die gem eruit haalt, dan zwem je maar. Ja, dat had ik ook. Ik denk van... Shall I? Maar volgens mij zitten we vandaag wel op 3 ton of zo. 3,5 ton. Dat denk ik ook wel, ja. Achter het eiland liggen shipwreck. Dat jij hem maar zwaar legt. Geronimo. Hier een staan ze ons hier op te wachten in de tavern. Ja, bam bam bam. Zullen we eerst die Big Booms even weg doen, jongens? Ja, laten we dat eens even... Ik laat ze wel naar beneden vallen. Op jou boven. Ben je dat heel zeker? Hoezo? Komt er iets aan? Nee, jij daarop naar beneden vallen. Fuck you too, boy. Nu zijn we in ieder geval bij een outpost, hoe kan je het doen? 6k. Beetje cheapo, hoe zeg je dat? 10k. 8,7. Die was maar half gevuld voor. Ja. Die was een beetje vochtig geworden. Nou, een beetje magertjes. Ik denk wel normaal 35k wel krijgen. Moet ik niet meer. Dan ligt nog een scrollop toch. Is dat alles al? Volgens mij wel. Ik ben even vlug. Kijken of ik ergens mijn inventory pak. Ik moet die checken, die bedoelde. Ik twijfel echt elke keer of ik dingen heb gekocht. Hoe heet dat? Wat? Zeg je dat?
Terwijl ik al die temporary shit allemaal gekocht heb en ja, ik heb het gekocht. Dat doe ik eigenlijk ook even checken voor de zekerheid. Ik weet het ook niet meer. 20 november komt de volgende update, hè? 20 november? Mm-hmm. Dat is weer langer dan 4 weken. Vrij laat. Nee, dat is wel 4 weken. Is dat de derde woensdag? Ja. Ja, dat is gewoon niet opgevolgd naar de derde. Nee, ja, dat was sowieso de bedoeling in het begin. Nee, dat is de tweede woensdag. Dat is de tweede woensdag. Oh ja. En toen hebben ze de bovenpot gedaan en zo uit moeten stellen. Ik heb me even naar het shipwreck geschoten. Want als er nog redelijk wat vis in zit, dan vind ik dat wel interessant natuurlijk. Open in de deur. Dus gewoon, mocht je willen, mag je even hier naartoe komen. Ja, ik kom zo ook even op mijn tweede scherm en kijken wanneer ik mijn inventory weer open. Zo, 16 fortjes. Maar wat heet je inventory? Stond er ook niet. Ik weet ook niet wanneer die zijn inventory. Van wat? Oh, Duke. Hij staat bij Duke natuurlijk. Echt? Nou, Dennis, ik ben begonnen met 729. Ja. 685. Wacht even. En wat heb je nu? 112. Ja. 3227. Zo. Hey, netjes jongens. 393.542. Dat is mooi. Ja, onze reserves weer een beetje aangevuld. Precies. Ik heb wel reden inzet gevonden. Oh nee, hier zit niet meer in. En nog eentje. Als het lang doorgaat, dan hebben we water via het bovendek binnen. Via de trap, zo'n plomp. Ik wilde kijken wat er gebeurde, maar... Het werd inderdaad wel een beetje scary. Dat je echt ziet wat van, nou... Je hoeft niet meer in de pekussen te komen rooien, we varen ons gewoon naar de seapost toe even. Ja, dan gaan we terug op het nacht aan, want dan hebben we wind mee. Nou, zo te tegen zijn de CFO's. Ja, daarom keek ik al even naar de wind, dat het lang duurt. Moet je even twee visjes bakken. Wat, er geen jams of zo? Nee. Twee pondies, een Black Cloud Wrecker, een Ancient Stormfish en een stukje haar. Ga ik zo waar een beetje zo rond 12 uur een keer naar mijn bed, jongens. In plaats van, nee, we stoppen hoor. Ik ga om 11 uur stoppen en dan om 2 uur op. Ik meestal ben. Nou, op het algemeen woensdagavond, een uur of 12, dat we toch wel klaar zijn. Dat is waar. Het is heel erg. Ik heb twee vroegers nog. Vroeger. Althans, voor mij vroeger. Ja, maar dat was voor mij toen ook vroeg. Maar. Weet je, ik moet nou begin ik weer om 7 uur of zo. Dus, nou, dat is nog vroeger dan mijn vroege vroeger. Ik moet pas om 8 te beginnen, maar dat is veel te vroeg. Hoe bedoel je veel te vroeg? Ik slaap niet voor 2:30, joh. Oh.
Dus als om 6:30 die wekker gaat, dat is best oud. Die gaat 3 keer uit bij mij en dan... Oh nee, dan niet. Want dan verslaap ik me. Ik heb altijd een half uur aan de wekker staan. Ik heb zo'n wekker, dan zet ik recht op een bed en dan moet ik meteen uitzetten en het bed uit. Wil je mijn wekker horen? Ik heb Scottish backpipes. Werkt goed. Ik heb het geluid van mijn kakatoe opgenomen. Ja, dat is een luchtalarm. Dat is gewoon standaard. Ja, dat is dus mijn wekker. Ja, daar slaap ik nu doorheen. Ja, ik ook. Het interesseert me gewoon niet meer. Ik gebruik altijd die Bixby briefing. Het is bij mij een keer geweest dat het alarm afging. Waarom zou ik maar 4 stukken vlees meenemen? Er stond op een gegeven moment de brandweer aan de deur. Omdat... Omdat ze dachten dat het brandalarm afging. Of dat ze wilden weten waarom dat ik... Dat gelijk krijgen we. Ja, ik ook. Maar daarom heb ik hier dus wekker. Dus... In het begin is heel rustig, dan krijg je gewoon een paar van die trommeltjes, maar dat is maar 3/4 of zo. Maat. En dan komen die backpipes erin, dan zeggen ze: "Huh, wat?" Dat het zo schel is. Er zit ook 1 stukje haai in wat ik niet op kan pakken, dat valt ook. Kut eiland. Oh, nu krijgen we de voorjes van de woodcrease. Wat is dat sloepje van plan? Tango? Sloepje. Nee, je mag kiezen tussen galleon of galleon. Of galleon en galleon. Hé? Zijn er 2 scallions? Nee, een sloepje recht voor ons. Ja. En rechts vraagt een scallion. En wij zijn een galleon. Oh. Nee, ik ga maar naar sloepen. Ga eens hard naar links, hoor. Die gaat aanleggen. Die gaat aanleggen, ja. God damn, you only got worms, son. Oh, het zijn hun weer. Het zijn hun weer. Het zijn volgens mij die gasten van toen straks. Zo, rustig Tinus. Oh, ik ben dood. Moet ik terugkomen? Ze zijn wel geankerd. Ja, ik heb het anker laten vallen, maar ik had niet kiezen wat er eentje achter was. Ben je leven in acht, Tango? Ja, ze hebben gems. Oeh. En een storage crate. Ze zijn allebei dood. Ze zullen net iets voor mij, net iets na mij respawnen als ik het niet voor mij ben, dan niet eerst voor dat. Ik respawn nu. Eentje van de respawn ook, tweede respawn ook. Ze hebben in ieder geval een paar gaatjes in. Ik denk dat het terugdraaien. Oh wow, oh ze spannen allebei ineens terug. Er moet iemand daar naartoe. Ik ben hier. Ja, mijn zus daar. Eentje is dood. Ik had 1 gem overboord. Allebei dood.
mij is dat er weer een gaatje beneden. Ja. Ze zijn ook bijna weg. Ze zijn volgens mij gestopt. Ja, volgens mij zijn ze gestopt. Dat halen we niet. Ze hadden best wel veel zooi bij zich. Ja, die zullen waarschijnlijk ook cellen en slapen. Dadelijk weer even gaan, je moet me dadelijk weer even gaan vertellen wat je in het begin had, hoor. Oeh, dat is mij. Doe jij. Hier is één blauwe gem, hoor. Ja, en die collector's chest zit er ook nog in groene. Ja, groene. Ja, en hier ligt nog van alles. Hoe dom ben je dan ook? Je ziet ons daar aanleggen. Ja, ik was in ieder geval hard naar rechts gestuurd als er sloepje was, want links kon niet vanwege die Skelligas. En ons. Gewoon zeilen mogen 180 graden opdraaien, ergens anders naartoe gaan. Dat had gekund, maar je had ook gewoon naar rechts van de Sipo's kunnen sturen, achterlangs. En dan gewoon verder naar rechts blijven draaien. Zo, dat hoop je hiervoor is alles. Was er nog vis? Nee, dat was een gesloten chipwreck. Oh. Los. Kijk, gewoon niet pakken. Zo groot, die storage crate vol met vis zat, hè. Dat was wel echt, dan had ik echt een gat in de lucht gesprongen. Oh, ik ben zo weer bij de 39. Waar is die blauwe gem? Die heb ik al ingeleverd, maar net. Ah, wat? Ze hebben het zo gemaakt in die oude auto dat die grote schip niet meer op kan? Jawel, ik heb er wel naar op. Alleen lastiger. Ben je in die hideout? Ja, ik moet eventjes een woodcrate gaan vullen. Maar die woodcrate moet naar Ancient Fire. Of lekker toe. Kan. Maar ik kan hem hier ook nog leven. Dan telt hij niet mee. Nee. Mijn geld. Oh, is het liggen op anker? Nee. Nee. Ik doe een rof van weer terug. Ik heb zelf een keer opstaan. Graag willen we mensen erop wijzen. Wel ze we naar bed gaan, kom ons nog geen loot brengen. Ja. Schij daar gewoon eens meer uit. Of stuur het dan naar postbus. Nou, kom het een half uur eerder brengen. Ja. Of meld je van tevoren aan, dat we het weten. Ja, dan kunnen we de planning meenemen. Ja. Dat is stiekem toch nog best wel wat.
Maar je wilt die bloedkruik echt gaan inleveren of moet je gewoon hier weg? Ja, dan laat maar. Ik dacht nu, daar moeten we toch naar de uitpost varen. We varen even door naar Dagger toe, dan doen we dat daar. Maar ja, als jij die al goed kredel opgepakt hebt. Je kan alsnog doorgaan naar die outpost. Eén van de twee. Want ik heb één bloedkruid uitgepakt en er zit nog één in de muur. We zijn alweer bij plunder, dat maakt niet uit. Toch weer iets van 16 mijl op Athena gevaren alleen nog. Was dat die bloedkruid? Ja. Dat is 100.000 waar tegenwoordig, hè. 100.000? Rond de 1000. Oh. Woodcrit, een voor een ton! Wat? Dan ga ik woodcrits verzamelen. Ja. Door een echte timmerman in elkaar gezet. Fijn kwaliteit. Die andere kunnen we ook nog even vullen. Wel als een echte reset dus. Ja, ik ben hier even al onze planken eruit en dalen. Laat onze boot maar zinken hier. Daarom dat ik het binnenboog pak. Hallo, hier zijn we weer. Ja, we hebben weer spullen meegenomen. Echt waar. Hoe we eraan komen? Ja, weet ik ook niet. Ja, we zijn heel lief geweest. Heb je hier gratis of niet in de bodem geholpen? En die storage crate zit ook ons houden. Oké. We hebben het gewoon netjes van uit de zee geplukt. Ja, want iemand had het gewoon achtergelaten. Mensen die vragen altijd om Alliance. Nou, iemand was gewoon vergeten zijn loot in te pakken met zijn schip. Ja. Nou ja, en ze vragen elke keer om een Alliance. Nou ja, dat is prima, maar binnen onze Alliance geldt één voor alles en alles voor ons. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik ben een boekje kopen. Boekje? Jasje, whatever. Als de wapens er goed neer. Ik moet de clothing zelf hebben. Hello there. Grade 2 merchant shipwright. Huh? Check it up the dam. Ik kreeg grade 2 merchant shipwright. Ik kreeg grade 3 merchant shipwright. Please, come back. Even kijken of ik bij jou alles gekocht heb. Dat is goed is wel. En ze tellen ook allebei als ingeleverd. Ja. Fuck. Buggy? Of dat is nieuw nu? Nou, het was duidelijk dat we naar andere eilanden moesten. Ik heb het met de map zijn ook weer. Ik kan niet complainen. Ik ook niet. Wat was dat? Merchant cargo? Merchant shipwright. Die zit ik in grade 4 al. 10 van de 25. Ja, ik ook. Precies ook 10 van de 25. Dan heb ik een pop-up gewoon gemist net. Ik ga die jas ook aan doen. Gewoon om de draak aan te steken met mensen. Wauw, ik moet één voyage kopen voor 250 voyages van dingen. Doe je dat?
Ik moet nog 31 chickens deliveren en dan heb ik de crate 5. Hoeveel? 31 kip. En merchant of... Merchant, ja. Moet je daar nog eens naar legendary kijken. Ja, klopt. En ik heb 8 van de 10 goed crates. Oh, ja. Kippetjes ben ik klaar. Bij merchant. Merchant adventure. Bij die andere zit ik op 113 van de 25. Ik moet nog 4 beggen. En 31 slangen. Kippen ben ik klaar. Die beggen, hoe zit die bij Tina wel? Nee, dat is gewoon samengevoegd beesten. Eerste pagina, tweede van links. Ik moet nog, ik moet nog 40 snakes of zo. De rest heb ik allemaal al. 12 golden. 2 piggies. 19 slangen. Nee. En in totaal moet ik nog... 396 animals. Super. Maar jij wilde starten, mogen we weten? Ja. 729, 6, 85. En huidige? Oh shit, ik heb net dat jasje uitgekocht. Wat kostte dat jasje? Mark, oh, maar ik kan die niet kopen. Hoor. 50k zoiets. Ja, ik kan wel kloppen. Ik zal even zeggen wat ik heb. 110. Ja. 5920. 426.245. Dat jasje kostte iets meer dan 50k. Ik heb maar 50k geteld. Ja. 4,25 tonnen. Dus vandaag ben ik al. 29 zijn, dus zeg 430 dat we dan binnengehaald hebben. Nee, dat is hoeveel verschil is niet. 426 zitten we nu op. Dus oh. 426, 235. Het zal een 100 zijn. We zijn net klaar, jongen. Maar wat kon ik niet kopen nog? Ja, moet ik één keer het vocht doen om dat jasje wat Tango rode nek aan hebben die te kopen. Oh. Daar ben ik niet zo heel erg... Ik vind het best een gave jas nog. Ja. Ah. Pas ik bij mijn haar en bij mijn baard. Ja, oh, waar staat die dan? Van die bandana. Bij de gewone shop. Oh. Zo. En het kost gewoon kruis of dopbloemd? Goud. Wat? Niet grind. Wij nog meer. Is dat een hele set? Nee, toch? Nee, dat is geen hele set. Ik ben zo bij de level 49 voorgevallen. Mental score. Nou ja. Ik weet niet, hoe lang speel je die flex? Oké. Ja, wij spelen vanaf volgens mij hebben we alle, één keer per week. Dus ik heb alle nieuwe achievements al. Dat is die Shots of Gold ding nog eens fixen. Irritant. Ja, dat doe ik lang.
moeten we nog. En dan nog 40 keer het vocht. Oh. Ja, dat is geloof ik. Dat geloof ik. Ja, de enige achievements die ik nog moet zijn echt grind die ones. Yep. Ja, en onze respawn. Wat? En de respawn. The doesn't exist. Mm-hmm. Nee, dat is geen achievement, hè. It's accommodation. Ja, maar die accommodation wil ik wel. Ja, ik ook. Maar ik was naar achievements aan kijken. Nee, de enige die ik moet zijn die van complete 250 gold horen voor je. En die zooi allemaal. Ja. Nou, ik heb nog 72 gold. Ben je nou voor opgestaan? Dat kunnen ze niet volgens mij, die achievements. 68 gold order of souls. Version 83. Super liefst. Ja, nog zoveel maals. Maar ik ben hier al bijna met de Athena mileage klaar. 932 maal zit ik nog. Het is nog steeds grappig dat we ook gewoon bijna dezelfde bouw hebben, jij en ik, Dennis. Qua karakter. Ja, klopt. We hebben ook die brede schouders. Mm-hmm. Zo heb jij iets meer spek om te taaien. Ja, moet ook wel. Om die kogels van mij op te vangen. Ja, precies. Dan smaak ik het. Ja, inderdaad. Ik heb er geen meer. De achievements zijn we. Het was me weer een genoegen. Ik ga heerlijk naar mijn bedje toe. Tot de volgende. Rustig. 98. Dus we hebben bijna. Ben je nog een stream hoor? Ja. Ik ben even naar mijn achievements aan kijken. Ik moet er nog wel een aantal. Ik zit op 98% van de shipwreck chest, dus dat zal niet heel lang duren. Ik moet nog een heel klein beetje van Hooks, Line en Schenker. Dat is iedere soort vis één keer hebben. Jij moet volgens mij alleen de Shadow Stormfish. Shadow Stormfish, want die hadden wij toen jij er niet was. En die hebben we direct verkocht omdat we die hadden gevangen. Ja, en ze zeiden van, fuck, die willen we afsluiten. Nee, die kwam uit een shipwreck. Nee, die had ik gevangen, want ik gooide die toen mijn lijn uit. En ik heb toen direct de eerste vis die ik aan de lijn haak kreeg was dat. En toen heb ik gevraagd van, hé, welke kleur heeft die? Want ik meen dat die al die kleur had. Goed, waar we tussen Kraken's Fall en de Roar aan het varen ergens. Maar qua accommodation staan we er behoorlijk goed voor. En ik moet eigenlijk nog een heleboel van Tall Tales moet ik nog doen. Heb jij Tall Tales nog niet klaar? Nee, want toen was ik aan het werken. Wat jullie die hebben gedaan. Ik moet volgens mij een paar zaterdagen werken, dus dan kan ik je dan wel helpen op zoeken. Ja. Ik zal morgen wel even kijken wanneer ik op zaterdag moet werken. Zo, ik ga deze jongen ook lekker. Ja,